Roderick Gielissen al een beetje bijgekomen van zaterdag? Ja, wel best wel bijgekomen. Maandag had ik het wel zwaar op werk, hoor. Dat kan ik je wel eerlijk zeggen. Maar nee, het was als gezellig. Dus, ja, mooi feestje, hè? Dat is alleen maar mooi in de kantine. Ik denk dat de mensen allemaal wel genoten hebben. Dus bierdouches hier en daar. Dus nou ja, prima, joh. Ik heb beelden gezien. Wat een sfeer was er tijdens die wedstrijd, zeg. Verbaasde jou dat ook een beetje, of niet? Ja, ik moet zeggen, het was wel de eerste keer tegen Quick Boys. En ja, wat dat betreft was de sfeer top. Ik bedoel, als je al zo het veld op komt met het mooie weer al en met dat publiek en natuurlijk de slingers en het rook. Ja, dus al, de sfeer was al top en ja, uiteindelijk ons resultaat ook. Wat doet zoiets met je? Die sfeer, die mensen die voor jullie aan het juichen zijn, vuurwerk afsteken. Doet dat wat bijzonders met je als je dat veld op kon lopen? Voel je dan niet? Ja, tuurlijk. Nou, ik had vooraf al wel, donderdag hadden we ook al mensen die met fakkels waren. Dus wat dat betreft leeft het al. En nou ja, als je dan het veld zo opkomt met die sfeer, dan zit je er gelijk lekker in. Niet dat we dat echt waren, na 2 minuten stonden we achter. Maar we kwamen wel goed terug. En, nee, maar de sfeer was top, ja. Lars Ruis, zaterdag de derby tegen Rijnsburgse Boys. Kriebelt het al een beetje? Jazeker, ja. Het is sowieso een hele mooie wedstrijd natuurlijk om te spelen. Om de dorpjes vlak bij elkaar liggen. Spelen nog voor het kampioenschap. En ja, er is geen andere mogelijkheid om die wedstrijd te winnen, denk ik. Dat moet voor ons. Het is een derby. Jullie spelen ook nog om het kampioenschap, wat je zegt. Maakt dat het nog extra bijzonder of extra spannender? Nou ja, zeker. Kijk, ik denk dat wij, wat ik net al zei, we moeten winnen om nog in de race te blijven. En Rijnsburg moet ook winnen voor de periode. Dus ik denk dat allebei de ploegen willen winnen. En spelen ook om te winnen. En daardoor wordt het denk ik een hele mooie wedstrijd. Het is voor ons geen makkie. Dus ook Lissen zal dat niet worden. En we moeten gewoon daar eerst ons focussen en dan zien we wel weer verder. Want wat is het gevoel in de groep? Ja, nu heel goed natuurlijk. Ja, je hebt gewoon 2 keer gewonnen en helemaal tegen Quick Boys was de derby en het gevoel daarna was top. En de sfeer en de fans zijn natuurlijk super opgetogen. En ook tegen Lisse aankomende week willen ze weer dat we winnen. En de sfeer in de groep is gewoon goed. En we willen gewoon gaan, ook hebben we twee geschorst natuurlijk, maar ja, die vangen we wel op. Jullie hebben geen Tom Zoontjes zaterdag, Martin van Eeuwijk is er ook niet. Zijn dat 2 spelers die je dan wel echt mist aankomende zaterdag? Kijk, het zijn, zoals iedereen weet, zijn het allebei belangrijke spelers voor ons elftal. Alleen, doet het met het hele seizoen. Het hele selectie doe je met de hele, het hele seizoen doe je met de hele selectie. En er zijn ook momenten geweest dat Martin wordt gewisseld en dat we alsnog die wedstrijd winnen. En natuurlijk is Martin een hele goede voetballer. Alleen, je mist hem maar eenmaal, dus dat is het voetbal. En ja, Tom Zoontjes is natuurlijk een hele goede voetballer, een steunpilaar voor de trainer, maar ook voor het team. En ja, we weten helaas dat het inderdaad nog een aantal weken gaat duren. Shit happens. Andere jongens gaan opstaan en we gaan er gewoon met z'n allen vol voor. Ja, ik weet eigenlijk niet wat ik kan verwachten. Ik hoop het wel. Voor mij mag het wel weer zo'n spektakel worden. En wat dat betreft, dan heb ik alleen maar meer zin. En, als jij kan regelen dat er weer zo'n sfeer komt met die rook, dan prima hoor. Wat is Rijnsburg voor tegenstander? Ik denk dat je het wel redelijk kan vergelijken met ons. Ik denk dat zij aan het begin van het seizoen heel erg afwisselend hebben gespeeld. Waardoor zij nu iets meer punten achter staan dan wij. Alleen ik denk dat het ongeveer echt dezelfde soort ploeg is. Voetballend, een goede ploeg, goede spelers, goede individuele spelers. Aan het begin had ik echt het gevoel dat het geen team was. Maar op de beelden zie je steeds meer dat ze echt als team spelen. Dat ligt natuurlijk ook aan het resultaat. En dat is bij ons het hele seizoen al het geval. We spelen echt als team. We moeten het met z'n allen doen. En dat zal je komende zaterdag ook zien. Stel, jullie halen die tweede periode nou niet. Met wat voor gevoel gaan jullie dan dat seizoen afsluiten? Is dat dan zoiets van, ja, we zijn een soort van gefaald? Of dat helemaal niet, zeg maar? Nou ja, ik denk niet dat we dat gevoel zo eruit gaan. Ik bedoel, we gaan er gewoon voor. Als we het niet pakken, is natuurlijk jammer. Maar daarentegen hadden we natuurlijk ook hebben we een aantal punten laten liggen, ook tegen Scheveningen. En nog wel een aantal tegenstanders die gewoon cruciaal waren en die hebben we laten liggen. En wat dat betreft kan je dan spelen om plaats 1. En dat is natuurlijk het leukste dat er is, hè, promoveren als kampioen. En promotie via een periode is natuurlijk mooi, maar ja, ik ga er niet met een slechte gevoel uit als we die niet per se pakken.